En de Anton de Kom Universiteit van Suriname Adecus heeft gisteren haar 50ste Dies Natalis gehouden. Voorzitter van het Adecus bestuur, professor Jack Menke, presenteerde het verslag van het academisch jaar 2017-2018 en blikte meteen vooruit. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur stond stil bij de uitdagingen waarmee het Wetenschappelijk Onderwijsinstituut te maken heeft. Wij gaan ook de uitdaging aan om onder ons motto kennis als motor van ontwikkeling politici en beleidsdeskundigen, maar ook het bedrijfsleven en afgestudeerden tot medestanders te maken van het nieuwe proces. We willen tenslotte even aandacht besteden aan eredoctoraten en gepromoveerden. Sinds de oprichting van de universiteit zijn er 57 personen gepromoveerd en zijn er 19 eredoctoraten toegekend. Van de docenten en professor wordt ook verwacht dat het aanbod binnen de faculteit volledig wordt aangepast aan de eisen van deze tijd. Omdat ze anders niet mee zullen kunnen gaan met de ontwikkelingen in de wereld. Kennis, informatie, ervaring, vaardigheden spelen allemaal een belangrijke rol. De Diasrede is gehouden door Dr. Renata de Bies, wetenschapper verbonden aan de Adecus, en Dr. Glenn Sankat Singh, wetenschapper verbonden aan de Universiteit van Aruba. Het thema van de rede was Anton de Kom Universiteit van Suriname, van kennisinstituut naar kennisindustrie. Sankat Singh ging in zijn deel van de Diasrede in op de universiteit als autonoom, kenniscentrum en partner in ontwikkeling. De rol als eerste rol van Adecus als kennisinstituut. Een kennisinstituut, dat weet u, ik wil niet belerend zijn, is meestal een hogeschool of een universiteit. Een kennisinstituut kenmerkt zich door onderzoek te verrichten en of onderwijs aan te bieden over bepaalde verschijnselen. Vandaag, op haar 50ste geboortedag, is Adecus niet het enige kennisinstituut in Suriname. De vraag is, vervult ze die toonaangevende rol die zij zichzelf toeschrijft bij verduurzaming van onze natuur en samenleving, zoals ze zelf vervat in haar missie hierboven aangehaald? Een essentiële voorwaarde voor de universiteit is vandaag al duidelijk belicht, is de autonomie van de universiteit. De samenleving en de regering moeten de universiteit daarom alle ruimte geven en steun geven om de kennis die zij uit de samenleving haalt weer aan de maatschappij terug te geven. De wetenschappers Glenn Sankat Singh en Renate de Bies waren gisteravond in de Centrumkerk verantwoordelijk voor de Diasrede tijdens de 50ste Dies Natalis van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.